Gaan kijken naar 1.1 voor VTL. 1.1 gaat over schaarste middelen, vrije goederen, zelfvoorziening. En dat zijn de begrippen aan de consumentkant. Ja, de consument wil van alles, wordt daarin voorzien door zelfvoorziening en vrije goederen, maar ook door producten die hij koopt. En dat is die andere kant. Dat zijn de begrippen die te maken hebben met bedrijven, marketing en de commerciële en ideële reclame. Ik heb een aantal leervragen bedacht waarmee we deze paragraaf gaan kijken. Wat is schaarste en wat hebben middelen daarmee te maken? Welke behoeften heb ik en hoe worden die ingevuld? En bedrijven spelen in op mijn behoeften en hoe doen ze dat nou? In paragraaf 1.1 maken we kennis met Sjaak. Sjaak is een man en Sjaak heeft honger. Sjaak is slecht gekleed. Hij heeft primaire behoeften die niet vervuld zijn. In paragraaf 1.1 gaan we kijken naar primaire behoeften en secundaire behoeften. Je moet weten, primaire behoeften dat zijn eten, drinken, kleding en onderdak. En zorg hoort daar eigenlijk voor wie het van toepassing is, hè, voor wie ziek is, hoort daar ook bij. Het zijn behoeftes, als die niet vervuld worden, dan ga je dood. Secundaire behoeftes zijn behoeftes die zijn niet per se nodig voor je overleven, maar die daar kunnen wel redelijk noodzakelijke behoeften bij horen. Zoals bijvoorbeeld onderwijs, een auto op het moment dat je die nodig hebt voor je werk. Op het moment dat je geen werk hebt, dan kun je ook niet voorzien in die primaire behoeftes. Nou, zijn behoeften kunnen we verdelen in primaire en secundaire behoeften. Primaire behoeften zijn dus eten, drinken, kleding en onderdak, zorg. En daar houdt het eigenlijk bij op. Alleen er valt iets voor te zeggen dat bijvoorbeeld een onderwijs en een auto of een fiets noodzakelijk is voor werk. En dat heb je weer nodig om die primaire behoeftes te kunnen vervullen. Want anders verdien je geen salaris, geen geld. Nou. Om in behoeften te voorzien heb je middelen nodig. Dat zei ik net al, je hebt geld nodig. Nou, middelen zijn niet alleen geld, maar zijn ook tijd. Je hebt bijvoorbeeld een behoefte aan sociaal contact. En ik zal eventjes deze hier neerzetten, nodig. Ja. Je hebt ook behoefte aan sociaal contact. En om daarin te voorzien heb je tijd nodig. Dat is niet per se geld. Dus middelen, tijd en geld. Oh ja, nog even. Schaarste betekent niet dat iets weinig voorhanden is. Je kunt best heel veel tijd hebben. En je kunt best heel veel geld hebben ook, of heel veel spullen. Maar het punt is dat het niet oneindig beschikbaar is. Dus je moet keuzes maken. Kiezen waaraan je je middelen besteedt. Op het moment dat dat van toepassing is, dan heb je is er sprake van een schaars goed. Zonlicht is bijvoorbeeld oneindig van toepassing. Lucht, zuurstof hè, en zeewater is ook praktisch oneindig van beschikbaar. Dat is dus niet schaars, dat zijn vrije goederen. Alle andere goederen, bijvoorbeeld ook leidingwater, is schaars. Je kunt zelf produceren wat je nodig hebt voor eigen verbruik. Dat noemen we dan zelfvoorziening. Dan hoef je het niet te kopen. Dan voorzie je zelf in je behoefte. Sjaak heeft hier een stepje gemaakt, maar je kunt ook denken aan een moestuin. Je hoeft dan niet je groente in de winkel te kopen. Of als jij bijvoorbeeld in plaats van dat je met je scooter naar de fietsmaker gaat, kun je hem ook zelf maken. Dat is ook een soort van zelfvoorziening. Nou, Sjaak gaat zometeen heel veel geld krijgen en dan wordt hij vatbaar voor reclame. Nou, reclame heb je een aantal soorten, ideële reclame en commerciële reclame. Commerciële reclame is gericht op winst en ideële reclame is gericht op het veranderen van het gedrag of van de mentaliteit van mensen. Bijvoorbeeld neem de step goed voor het milieu. Commerciële reclame, dat is vanuit bedrijven gericht op winst. En daar heb je een onderverdeling in informatieve reclame en merkreclame. Merkreclame die zegt eigenlijk van koop ons, wij zijn de beste, ons product moet je kopen. Informatieve reclame, dat informeert meer. Producteigenschappen, mogelijkheden met het product, daar informatie over, dat valt onder informatieve reclame.
Reclame is een vorm van marketing. Sjaak heeft nu een mooie hoop goud gevonden en hij kan een Rolls Royce kopen. Maar wil hij dat wel? Misschien wil hij wel een Range Rover. Bedrijven spelen daarop in. Dat noem je marketing. Alles wat een bedrijf doet om zijn product te verkopen, dat noem je marketing. En ze gebruiken daar 4 P's voor. 4 instrumenten. Marketing instrumenten noem je dat. Productbeleid, prijsbeleid, plaatsbeleid, promotiebeleid. Betekent dat nou beleid? Dat zijn de keuzes die je maakt op het gebied van waar het dan over gaat. Keuzes op het gebied van het product. Maak ik een goed product, heel kwalitatief, heel sterk? Of maak ik een kwalitatief minder goed product? En dat heeft ook consequenties voor de prijs. Als je een heel sterk, heel duurzaam product maakt, is het vaak ook duurder. Op het moment dat jij een goedkopere uitvoering maakt, dan qua materialen goedkoper, dan kun je hem ook verkopen voor een goedkopere prijs. Nou, dat kan een keuze zijn op prijsbeleid. Plaatsbeleid, dat is waar verkopen we in een winkel of op internet, in een webshop. Dan heb je dus geen kosten voor een winkel, kun je een goedkopere prijs hanteren. Keuzes die je maakt op het gebied van de plaats van verkoop. Promotiebeleid, daar hadden we het net over, reclame, commerciële reclame. Kon je verdelen in informatieve reclame en merkreclame. Nou, het promotiebeleid, dat heeft daarmee te maken. Dat zijn eigenlijk de keuzes die je maakt op het gebied van promotie. Huren we Messi in of drukken we een klein foldertje? Zo. Dat is natuurlijk goedkoper en dat heeft invloed op je prijs. Nou, als we nog even kijken naar de begrippen en de leervragen, dan checken we even of we alles gehad hebben. Wat is schaarste en wat hebben middelen daarmee te maken? Nou, dat hebben we besproken. Schaarste betekent dat het goed niet oneindig beschikbaar is. En wat hebben de middelen daarmee te maken? Nou ja, je hebt tijd of geld nodig om je behoeften te vervullen en om dat goed bijvoorbeeld te kopen. Vrije goederen hebben we het ook eventjes over gehad en dat zijn zonlicht, lucht, zeewater. Welke behoeften heb ik en hoe worden die vervuld? Nou, dat zijn de primaire en secundaire behoeften. Daar hebben we het ook over gehad. En hoe worden die ingevuld? Nou ja, door daar tijd of middelen aan te besteden. Bedrijven spelen in op mijn behoeften. En hoe doen ze dat? Nou, door middel van die marketing waar we het over hebben gehad. Product, prijs, plaats en promotie. En dat noemen we de marketingmix. Daarnaast hebben we nog commerciële en ideële reclame hebben we besproken. En volgens mij hebben we zo 1.1 redelijk goed doorgewerkt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende uitleg van 1.2.